Jouw meest eenzame moment als ondernemer met een leuke video is vlak voordat je die video plaatst. Je weet tenslotte maar nooit wat mensen ervan gaan zeggen. Het kan altijd alle kanten opgaan. In deze video leg ik je uit hoe je zorgt dat het jou helemaal niks meer uitmaakt wat er gezegd wordt. Of het nou goed is of slecht. Ik ben Elisabeth Griffioen en ik ben de videovakvrouw. Ik help ondernemers om de video's te maken die hun doelgroep met plezier en tot het eind toe bekijkt. Ben jij ook bezig met video voor je bedrijf of wil je dat? Abonneer dan even op dit kanaal, want ik geef je de tips waar je verder mee komt. Daar zit je dan met je video. Ja, perfect wordt het nooit. Maar je wilt ook niet dat mensen zeggen, dat is een hele slechte video. Nee, dat wil je echt niet. Ten alle tijden voorkomen. En wat ga je dan doen? Je kunt je video natuurlijk eerst aan andere mensen laten zien. Aan je man, je vrouw, je buren, je kinderen, je collega's of je concurrent. En dan vraag je, denk je dat het zo goed genoeg is? Kan deze video online? En die persoon die gaat dan iets zeggen. Met de allerbeste bedoelingen, dat wel. Weet je wat daar een beetje stom aan is? Je laat een video zien die al klaar is, waarvan jij al een keer gedacht hebt, zo moet het wel ongeveer goed genoeg zijn. Wat gebeurt er dan als degene die jij om feedback vraagt zegt, nee, ik zou het niet doen, niet online zetten. Wat is er dan misgegaan? Is het A, gewoon zo, dat jij totaal per ongeluk een hele slechte video gemaakt had? Ja. Stom kan gebeuren, of is het B en is het gewoon niet zo handig om iemand die jij al kent feedback te vragen over een video die al klaar is. Vertel me in de comments wat is het juiste antwoord. Is het A of is het B? En terwijl je dat doet, like dan deze video ook even. En als je nog niet geabonneerd was, dan kan dat ook meteen. Dus gewoon één druk op de knop. En het antwoord is B. Je kunt andere mensen niet laten beslissen of jouw video goed genoeg is. Dat doe je zelf. En zo'n rondje feedback vragen bij jouw bekenden, dat is vooral frustrerend en irritant. Want de opmerkingen die je krijgt, daar kun je vaak niet zoveel mee. Of ze zijn allemaal verschillend. En dan kan je die video dus eigenlijk alleen nog maar weggooien, opnieuw maken of toch met tegenzin online zetten. Doe daarom de volgende keer dat je een video af hebt, het volgende. Zet hem online. Het zij zo als hij niet perfect is. Dat kan hij toch nooit worden. En omdat het toch altijd beter kan, nog één ding. Je stuurt de link naar die video naar 3 mensen. En daarbij stel je 1 vraag. Als ik mijn volgende video opneem, wat zou ik dan beter kunnen doen? Dan krijg je echt de nuttige dingen te horen waar je bij je volgende video iets mee kan. Dat noemen we dus feedforward. Dus veel fijner en nuttiger dan feedback. En je hebt meteen zin om je volgende video te maken. Hoe doe jij dat? Vraag je feedback als je een video af hebt? Of vraag je liever feedforward? Vertel het me in de comments onder deze video. En kijk dan ook meteen naar de volgende video. Ik zie je daar. Dag!